verwonderen. Hoe kunnen we ook verwondering blijven houden dat we onze eigen normen en waarden gewoon niet projecteren op hoe we denken, maar dat we ons kunnen blijven met de ogen van een kind kunnen blijven kijken. Nou, een van de dingen die we denk ik de laatste 10 jaar hebben gezien is dat creativiteit niet iets is van de individuele kunstenaar. Het is juist iets dat kunstenaars geïnspireerd worden door anderen, dat mensen elkaar op een hoger niveau helpen. Creativiteit, zijn we steeds meer achtergekomen, is vooral ook een groepsproces. Soms onderbewust, hè? Dus je komt op een idee, je denkt van nou dat is mijn idee, maar dan is het onderbewust, heeft iemand dat gezegd. En dat weten we steeds beter. Dus dat is een belangrijke ontwikkeling. Het begint eigenlijk met diversiteit. Als je creativiteit hebt, weten we gewoon dat diversiteit daar heel erg belangrijk voor is. Dat weten we op samenlevingsgebied. En dan hebben we het niet vaak over diversiteit tussen man, vrouw of ras of wat dan ook. Maar vooral belangrijk is andere vaardigheden, andere kijk op het leven, andere persoonlijkheden. Dat geeft gewoon kleur aan de dimensie. En dat leidt ook tot creativiteit. Het punt is alleen dat diversiteit zorgt ook voor minder vertrouwen in elkaar. En dan heb je de neiging om niet open te zijn en niet open te communiceren. Dus de crux is altijd om wel één kant diversiteit te creëren, maar ook vertrouwen in die diversiteit neer te zetten, dat je elkaar vertrouwt. En dan vanzelf, niet helemaal vanzelf, maar dan ontstaat er wel de ruimte om open te communiceren met elkaar. En ook tegen elkaar dingen te kunnen zeggen die je misschien van een vriend wel niet accepteert. Nou, ik denk dat een van de dingen die ik echt aangeef die een theater heel goed kan doen, is gewoon een samenleving bij elkaar brengen. Dus ervoor als een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die daar komen en elkaar dingen kunnen delen. Wat het theater ook kan brengen is natuurlijk inspiratie. Als iets in een creatieve samenleving nodig is, is dat je denkt van af en toe, hé, dat is een ander idee. Er zit zo'n enorm hoog vakmanschap binnen het theater. Acteurs, wat wel. En gewoon laten zien hoe leuk dat kan zijn, maar ook welk niveau daar gespeeld wordt. Ik heb er altijd ontzettend veel bewondering voor. Gewoon voor het vakmanschap. Ik heb ook bewondering voor een schoenmaker die echt zijn vak beheerst. Maar in theater zie je heel veel mensen die ontzettend goed hun vak beheersen. Dat inspireert wel.